De teller van de COVID-19 gevallen zal niet dalen, ook al overlijdt er iemand of wordt iemand genezen verklaard. Dit benadrukt Cleopatra Jesseren, directeur van Volksgezondheid. Ze reageerde daarmee op vragen uit de gemeenschap of de teller zal dalen in geval iemand geneest van het virus of komt te overlijden. De teller staat nu op 10 en geeft daarmee het aantal personen aan dat positief getest is op COVID-19. Jesseren zegt dat in geval van overlijden of genezing het niet omlaag wordt bijgesteld. Het wordt wel apart aangegeven. De teller geeft aan het aantal dat in Suriname is getest en positief is bevonden. De teller op zich gaat niet omlaag. Als mensen beter worden, wordt dat vermeld in recovered, oftewel genezen. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer ze genezen zijn verklaard en er 2 tot 2 keer toe negatieve testen bij de personen zijn gevonden, dat we dat aftrekken. Dat nummer kan alleen maar stijgen omdat dat cumulatief is. Dat is optellend. Het is meer omdat je de statistieken voor public health-wise zo moet bijhouden. Dat zijn internationale regels waaraan wij niet veel kunnen doen. Dus voor de mensen die dachten dat je ook daarvan aftrekt, wil ik dat ook gelijk verhelderen. Je trekt het er niet van af, maar het nummer wordt er gewoon weer bij vermeld. En ook als er iemand weg is gegaan uit het land die positief bevonden is, wordt dat niet afgetrokken, maar dan wordt dat apart vermeld. Dus dat de persoon er niet is. Directeur Cleopatra Jesseren van Volksgezondheid. Zij zegt dat de teller van het aantal COVID-19 besmette personen niet omlaag wordt bijgesteld. In geval van overlijden of genezing wordt dat apart aangegeven.